De Landelijke Scholieren Studentenbond is niet tegen de staking, maar ondersteunt het ook niet, zegt Edgar Sampi, voorzitter van de bond LSSB. Sampi was gisteren samen met twee leden ook bij de Nationale Assemblée om te zien hoe het eraan toe gaat bij de actie van de BVL en de ALS. Sampi zegt dat de LSSB een uitspraak wil doen gebaseerd op persoonlijke oriëntatie. Maar wij zijn wel bereid te ondersteunen indien dat in het belang is van de studenten en de scholieren. Wij staan hier als bond. We hebben net een afspraak gemaakt met Valies. Dus hooguit komt er een gesprek vandaag nog met Valies. Dat wij een voorstel op tafel bij Valies gaan leggen als bond. Dat wij als bond graag zien dat er tenminste een halve dag les wordt gegeven. Zodat de achterstand niet te groot wordt voor de leerkrachten en ook niet voor de leerlingen om in te halen. Dus dat is ons standpunt. Sampi zegt verder dat als de overheid zich gehouden had aan de afspraken, er nu geen staking zou zijn. Hij is van mening dat de overheid open kaart moet spelen met de leerkrachten. Samen met BVL de druk moeten uitoefenen dat de overheid zo snel als mogelijk aan tafel gaat zitten met BVL om af te spreken dat er een oplossing komt. Als er geen geld is, moet de overheid gewoon open kaart spelen met BVL. Dat er van BVL, er is nu geen geld om jullie om de afspraken na te komen. Dus laten we even wachten en dan komen we dan op zo'n uur, zo'n tijdstip met een oplossing. Edgar Sampi, voorzitter van de Landelijke Scholieren- en Studentenbond LSSB. Ezekiel Lens, secretaris-generaal van deze bond, gaf aan dat BVL-voorzitter Valies het niet eens is met het voorstel van de studentenbond. Volgens Lens zei Valies letterlijk: de leden zullen mij voor gek verklaren als ik jullie voorstel aanneem. Het bestuur van de LSSB komt morgen samen met de studenten de IMEAO 3 met een nieuw voorstel om tot een oplossing van dit probleem te komen.